Ja. Is het verjaardag? Ja, ja. Zeven. Ja, is goed. Is goed? Ja, heel veel goede jaren erbij, hè? Ja, zeker. Ja. Gefeliciteerd. Veel goede, gezonde jaren. Willy van der Kuilen, 70 jaar. En hij krijgt de felicitaties van de PSV-directie en van zijn collega's van het scoutingsteam. En dat was eigenlijk wel een onverwachte verrassing. Nou, ik had van tevoren verteld tegen iedereen van nee, dat hoeft niet allemaal niet. Want dat, en ja, dan hebben ze me toch te grazen genomen. Is dat eigenlijk wel leuk? Ja, als je eenmaal binnen bent, dan gaat dat wel. Ja. Uiteraard zijn er bloemen voor mevrouw van der Kuilen. En taart met een kop koffie. Cadeaus ontbreken niet. De officiële Mr. PSV-sjaal en de nieuwste editie van het PSV-magazine. En Klaas van Balen heeft mooie woorden. Ja, dat is, voor mij is dat heel normaal. Want Willy is ook normaal. Die doet niet uit de hoogte, et cetera. Dat is, wij vullen elkaar, denk ik, heel goed aan. Ja, en anders hou je het ook geen dik 25 jaar met elkaar vol. Eerst als trainer en later als scouts. Dus wat dat betreft heb ik het geluk gehad dat we elkaar getroffen hebben. En dat we daar toch een mooie periode over hebben kunnen maken. Als extraatje is er nog een prachtig collectors item in de vorm van het beroemde shirt met nummer 11. Dat ook in gelimiteerde oplagen en met echtheidscertificaat verkrijgbaar is in de PSV Fanstore. Volledig gesigneerd door Mr. PSV zelf. Maar Van der Kuilen wil het liefste naar het voetballen, naar PSV Rostov. Mag ik je een hele fijne dag wensen en geniet ervan, vanavond ook. Ja, dat is sowieso. Dat hoop ik tenminste in ieder geval dat we kunnen genieten. Dat genieten viel dus wel tegen met die 0-0 en uitschakeling in Europa tegen Rostov. Als pleister op de wonden, cadeaus van founder Philips. Een scheerapparaat en een airfryer. En vooral applaus vanuit de zaal in de Frits Philips Lounge. De rust van PSV Rostov was er echt applaus van de 35.000 op de tribune. En was er een openbare verjaardag van Willy van der Kuilen. Met nog één keer dat mooie shirt met nummer 11. En een dik verdiend massaal applaus. Dat hoort bij de verjaardag van een clubicoon.